Nederland was er een alles in één winkel, maar zoveel leek de winkel niet te hebben. Hey, wat hebben we eigenlijk allemaal nog? Het enige wat we hebben is nog een beetje zand. Nou, dit is fijn zand. Dit is wat grover zand. Ja. Een gezin uit het dorp ging naar de winkel om spullen te kopen. Zo honger. Ja, kom. Ik hoop dat hier wat te eten is. Hebben jullie hier brood of groenten? En fruit of zo. Of vlees. Oh, en mam, mogen we ook nog limonade? Tuurlijk. Nou, sorry, maar dat hebben we niet. Wat bedoel je? Heb je geen brood of groenten? Nee, dat hebben we niet. Hebben jullie ook geen fruit? Nee, dat hebben we niet. Is er geen vlees? Nee, dat hebben we ook niet. En ook geen limonade? Nee, alles is op. Het enige wat we hebben is zand. Hè? Zand? Daar kunnen we toch niet van leven? Ja, sorry, volgende week komt pas de vervolgrader. Nou, dan komen we volgende week wel weer terug. De vrachtwagen met spullen kwam een week later aanrijden en in de winkel stonden de eigenaren vol spanning te wachten. De volgende week is het eten! Eindelijk! En drinken! Kom aan, zet maar hier neer. Kom maar. Jij zeker. Wow, hij is wel licht. Ja. Hier zit alleen brood in. Alleen maar liter water en een krant. Is dit alles? Hebben jullie niet meer in je vrachtwagen staan? Ik heb toch niks meer, hè? Ik heb voor de rest niks meer gezien, hoor. De gebrachte voorraad viel dus zwaar tegen, maar de volgende ochtend liepen de klanten al wel heel vroeg heen en weer langs de winkel omdat ze naar binnen wilden. Oh, weer eten! Yes, eten! Eten! Oh, kunnen we eten kopen? Nou, we hebben eigenlijk alleen maar dit halfje brood en water. Maar we hebben zo honger! Maar delen? Ja, is goed. Ik ga nog een boterham. Boterham. Toen viel het oog op een artikel in de krant. Hé, wat staat hier? Wat moet ik met al dit geld? Hij weet niet wat hij met zijn geld De mensen besloten een brief naar de man uit de krant te schrijven. De man was een rijke sjeik en woonde met zijn gezin ergens ver weg in een heel Papa, groot huis. Papa, ik verveel me. Mama, ik verveel me. Waarom ga je niet met je PlayStation spelen? We hebben pas 300 spelletjes gekocht. Maar die hebben we allemaal uitgespeeld. Die zijn nu saai. Ja. De sjeik was met zijn Russische partners aan het handelen. Hier is volgens mij aan moet... Papa, we willen iets nieuws. Papa, in een krantje heb ik gezien dat de nieuwe iPhone er is. Die wil ik hebben. Oh, die heb ik volgens mij pas voor de kinderen gekocht. Pak ze even, vrouw. Kijk hier, de nieuwe iPhone. Oh, vet. Deze moet je erop zetten. De kinderen speelden bijna een minuut met hun nieuwe telefoon, maar toen... Dit is stom. Ik wil de iPhone 8, alsjeblieft. Kom op. Maar die is er nog niet. Nou, ik ga spelen. Ja, dan gaan we maar even een beetje buiten spelen of zo. Ik snap het niet. De kinderen hebben alles, wij hebben alles, maar toch mist er iets. Hey, hallo, ik heb pas voor de rijkszijde. De postbode bracht de brief van de mensen uit het arme dorp en de sjeik besloot gelijk actie te ondernemen. In hun privévliegtuig vlogen ze naar het dorp. In de winkel lagen de mensen al bijna dood te gaan omdat ze al dagen niks gedronken hadden. Oh, wat vreselijk! Snel was champagne. Champagne meegenomen. Oh, die verkent hier een beetje champagne. Water. Kom op, snel water halen, snel! Dan help ik hun wel. Er komt water aan, hoor. Wacht nog heel even. Er komt zo water, hoor. Toen ze zich beter voelden, spraken ze met de sjeik. Fijn dat u ons komt helpen. Hey, dank hoor. Ik krijg er ook een heel goed gevoel bij. Is er misschien wat we meer kunnen doen voor jullie? Bijvoorbeeld een vliegtuig? Nou, het zou wel heel fijn zijn als we een waterput konden krijgen. Ja, dan zouden we meer voor onszelf kunnen zorgen. Maar we vinden het ook heel fijn om jullie te helpen. Kunnen we hier niet blijven?
Er zijn ook meer dorpen zoals die van ons. Misschien kunnen jullie die ook helpen. Dus zij had nu Bas echt een rijk gevoel. Niet door de spullen, maar omdat hij samen met zijn vrouw en kinderen mensen kon helpen.